Op woensdag 6 juli werd de routekaart 2023-2024 gepresenteerd. Met de nieuwe koers van Omroep Land van Kuik. Nou, de nieuwe routekaart, dat is een spoorboekje voor Omroep Land van Kuik voor de komende 1,5 jaar. Het is een heel ambitieus plan. Hè? Er wordt veel ingestoken op professionalisering. Er staan veel acties in. We hebben daar 20 activiteiten in staan die we willen gaan uitvoeren. En die activiteiten zijn erop gericht om de omroep meer structuur te geven en een professioneel aanbod te laten verzorgen. Wat ik ook goed vond is dat er gekeken wordt naar hoe kunnen we nou aanwezig en dichtbij blijven in alle 33 kernen. Want dat is natuurlijk een belangrijke uitdaging voor de omroep, net zoals de gemeente. En nou is vandaag de eerste routekaart heerlijk en eerlijk uitgegeven. En het geeft de omroepland van Kuik aan om dat daarmee te willen professionaliseren. Is de gemeente bereid de omroep te ondersteunen in welke vorm dan ook? Dat is een hele brede vraag natuurlijk, maar Louis al zei, we hebben een goede relatie met elkaar, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dus laten we dat vooral blijven voortzetten. De verschillende raadsleden en wethouders zijn ook regelmatig te gast in de studio. En het is een beetje de vraag hoe het er allemaal uit komt te zien. Hè. De financiering gaat veranderen, maar ik ga ervan uit dat we ook vanuit onze eigen communicatie nauwe samenwerking zullen houden met de omroep. Omroep Land van Kuik voor de voedselbank. Brood nodig. In het weekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december staan wij geheel in het teken van de voedselbank Land van Kuik. Luister naar onze live-uitzendingen. Doneer en kom in actie. Samen kunnen we het verschil maken. En onze mensen steunen die leven onder de armoedegrens. Vrijdag 16 tot en met zondag 18 december. Omroep Land van Kuik voor de voedselbank. Uw hulp is broodnodig. In 2026 moeten alle streekomroepen door een gedegen subsidiëring in staat zijn om een aantal vaste krachten in dienst te nemen. Bent u bereid om samen met de omroep te onderzoeken voor het in dienst nemen of inhuren van professionals? Ik vind het lastig om daar een heel concreet antwoord op te geven, omdat ook nog niet precies duidelijk is hoe de nieuwe bekostiging en financiering eruit gaat zien. Dus volgens mij moeten we dat samen bekijken en daarover in gesprek blijven, zoals we dat nu ook doen. En kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is. Kijk, we hebben die subsidieregeling, die zou dan ingaan 2024. We hebben nog een half jaar te overbruggen. Wij gaan gewoon kijken of wij elders geld kunnen genereren om toch vast met een kracht of wat ondersteuning te kunnen gaan werken. En dan is het wel opmerkelijk te noemen, 61 vrijwilligers. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer tegenwoordig om te kunnen bogen op zo'n grote groep vrijwilligers. Dus daar kijken wij als gemeente met heel veel waardering en dankbaarheid naar. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse journaal. Wij proberen een subsidie binnen te krijgen die we kunnen aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En die geven per omroep, als je wordt uitverkoren, 250.000 euro. En dat bedrag is erop gebaseerd dat een streekomroep van professionele krachten te voorzien. Want men onderkent ook dat een streekomroep eigenlijk zonder professionele krachten niet te runnen is. En dat wil niet zeggen dat we met 4 professionals dadelijk die omroep kunnen runnen. Ik ben heel blij dat we zoveel vrijwilligers hebben, want die 4 kunnen dat alleen ook niet. En we hebben alle hands aan dek nodig. We ondersteunen dat streven naar professionaliteit en ook die onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek. Ik heb vooral gezien dat de krachten gebundeld zijn in het Land van Kuik. Er is een sterke organisatie komen te staan met veel vrijwilligers. Met ook een heel herkenbaar beeld en heel herkenbaar merk voor het hele Land van Kuik. Die professionaliteit die toont aan dat de omroep zich heel erg bewust is van de taak die ze heeft en dat zo goed mogelijk wil uitvoeren. Omroep Land van Kuik.